Karel Hoefkens, vandaag voor de eerste keer weer aan de aftrap sinds die openingsspeeldag. Ja, je houdt de nul als verdediger, dus ik neem aan dat je wel tevreden bent, hè? Ja, ik ben halverwege tevreden. De opdracht was voor mij persoonlijk om een beetje stabiliteit te brengen. Dat is wel gelukt, denk ik. Maar jammer dat we natuurlijk niet de 3 punten hebben thuis gehouden. Ik denk dat we wel alles aan gedaan hebben. Het leek misschien niet zo. Maar ik denk dat we er heel veel wielkracht en het engagement was er wel. Het was alleen heel moeilijk om openingen te creëren en eigenlijk die kansen heeft te dwingen. Is het dan vandaag vooral op ervaring dat je in die ploeg komt? Want ik kan me inbeelden dat het niet zo evident is, want het is toch al een tijdje geleden dat je nog aan de aftrap kwam, hè? Ook wel gewoon voor mij persoonlijk weten of als ik nog fit genoeg was. Als ik me 100% fit voelde, dat was wel het geval. Dus ik heb wel een heel goed gevoel en dat was voor mij het allerbelangrijkste. En voor mij persoonlijk is het belangrijk dat ik voor mezelf heb getoond dat als ik nog 100% fit ben, als ik nog 100% tegenaan kan gaan. Ja, en dan de wedstrijd zelf. Je zegt het, spijtig dat we de 3 punten niet thuishouden hebben. Misschien wel een juiste uitslag, dat gelijkspel? Ja, misschien wel. Ik denk dat zij wel goed stonden. Het was moeilijk voor ons om kans te creëren. Maar ik denk wel dat we tegen een ploeg die naar hier is gekomen om echt een 0 te spelen, dat we nog wel genoeg kansen hebben afgedwongen om eigenlijk toch een nipte overwinning uit de brand te slepen. Ploeg die naar hier zou komen, dat moet eigenlijk een goaltje tegen kunnen maken. Dan moeten ze zelf komen en dan is het een heel andere wedstrijd. Nu was het eigenlijk een wedstrijd een beetje hingen op 2 gedachten, omdat je ook eigenlijk niet op de counter wilt lopen.